Met 37 weken zwangerschap is je baby ongeveer 3000 gram en ongeveer 47,5 centimeter lang. Vanaf deze week is je kleine officieel volgroeid. Als je hebt gekozen voor een thuisbevalling en aan alle voorwaarden voldoet, kan dit vanaf deze week. In deze fase van het derde trimester zal je veel lichte weeën krijgen en ook krampjes of steekjes in de buik voelen. Het zijn de tekenen dat het niet lang meer zal duren voordat jouw kind eindelijk op deze wereld komt en jij als trotse mama je kleine eindelijk in je armen hebt. Deze week staat ook bekend om de slijmprop, wat een dikke prop is van doorzichtig slijm die je baarmoeder bescherming biedt tegen allerlei infecties en ziektes. De prop kan er deze week in zijn geheel of in gedeelte uitkomen en dat kan gepaard gaan met wat bloedverlies. Niet iedere vrouw verliest deze slijmprop trouwens en het zegt verder niets over het verdere verloop van de zwangerschap. Misselijkheid is met 37 weken een veel voorkomend kwaaltje, vaak in combinatie met duizeligheid. Om misselijkheid te voorkomen is het aan te raden om 's morgens voordat je opstaat even rustig te blijven liggen en alvast iets kleins te eten, zoals een cracker. Eet over de dag verspreid kleine beetjes licht verteerbaar voedsel. Ook een luchtje scheppen kan de misselijkheid verminderen. Wanneer je tijdens deze week merkt dat je moe bent, dan is het belangrijk dat je goed luistert naar je lichaam. Er zijn ook veel vrouwen die moe zijn omdat ze niet goed slapen in de nacht. Probeer er dan voor te zorgen dat je overdag nog even de tijd hebt voor een dutje. Harde buiken, voorweeën of echte weeën tijdens deze week zijn zeker mogelijk en dat zou een van de oorzaken kunnen zijn van buikpijn. In deze week is het eigenlijk lastig te zeggen waar de buikpijn vandaan komt. Lichte weeën lijken nogal op menstruatiekrampen. Deze krampen kunnen dus een teken zijn dat de bevalling gaat beginnen. Het is dan afwachten of de weeën echt doorzetten en langzaamaan toenemen in frequentie en sterkte. Ongeveer 85% van alle vrouwen krijgen aanbeien tijdens de zwangerschap. Verklein de kans op aanbeien door genoeg te bewegen en vezelrijk voedsel te eten. Wanneer je al aanbeien hebt, zijn er crèmes en zalfjes tegen jeuk en pijn verkrijgbaar bij apotheek of drogist. Door alle pijntjes en krampjes kan het lastig zijn om te beoordelen of de bevalling nu gestart is of niet. Ook voorweeën kunnen vrij heftig zijn, maar zolang de weeën steeds weer wegtrekken, laat de bevalling nog lang op zich wachten. Je zult nu wekelijks op controle moeten komen bij de verloskundige of gynaecoloog. Er wordt bij iedere controle een echo gemaakt. Niet veel en niet te weinig. Heb je zwangerschapsverlof en nog meer kinderen? Wat is er dan leuker om die dan nu nog even alle aandacht te kunnen geven? Geniet van die laatste weekjes. Straks wordt alles weer anders.